vandaag bij de 20 miljoenste bezoeker van in het Van Maandenbad. En dat is Anna geworden. Ja. Hoe vind je dat? Had je dat verwacht? Ja. Ja? Had je het wel verwacht? Ja. Schrok je niet een klein beetje? Nee. Nee? Kom je hier vaak zwemmen? Ja. Op elke woensdag, want ik moet naar zwemles. Heb je nu zwemles? Ja. En hoe lang zit je al op zwemles? Ik zit al in badje 2. Zo. En gaat het goed? Ja. Ja? Nou, dan kan je ook lekker gaan snorkelen binnenkort. Ja. Nou, naast je staat je moeder. Volgens mij schrok u wel een beetje. Ja, ik denk, je wordt in het ootje genomen. Ik ken dit camera of zo. Ja. Ik had het wel gelezen dat er miljoenste bezoeker zou komen. En toen dacht ik, oh, dat is al van tevoren, is er al iemand aangewezen. En dat wordt dan al helemaal gespeeld, dacht ik. Niet wetende dat wij hier nu zo zouden staan. Ja, hoe vindt u dat? Ja, geweldig, hartstikke leuk. Het is echt heel erg leuk. Ja. Zomaar ineens een ontmoeting met de burgemeester, dat is gewoon hartstikke leuk. En dan maak je niet iedere dag mee. Nee, precies. Nee. Het is gewoon echt feest. Nou, u heeft net de 20 miljoenste bezoeker aangewezen. Hoe belangrijk vindt u dat voor het bad als Van Maandenbad? Dat is natuurlijk altijd fantastisch als zo'n een zwembad midden in een woonwijk, waar je het eigenlijk helemaal niet verwacht, zo'n enorme functie is voor de buurt en voor de stad waar heel veel mensen komen. Het markeert ook een belangrijk moment, want volgend jaar gaat dit plat. En dan komt er iets moois voor terug in het buitenbad, dat wordt overdekt. En zijn er grootse plannen daarmee. Geld is daarvoor ook gereserveerd. Dus ja, dus het markeert eigenlijk wel een beetje het einde van een geschiedenis. 75 jaar, 20 miljoenste zwemmer. Dat is wel heel wat. En dan komen jullie hier nou voor haar dan vaak voor zwemles, maar komt u hier zelf ook vaak? Nee, nog niet. Het is nog niet echt weer geweest om buiten te gaan zwemmen, maar ik hoop dat het nog een beetje weer... Maar normaal gesproken wel, als het een beetje weer is? Nee, ik ben nog niet veel van geweest. Okay. Ik woon hier nog niet zo lang, dus er is nog niet van gekomen. Maar wat vindt u van het bad? Ja, geweldig. Heel goed. Er wordt goed lesgegeven in ieder geval. Het is altijd heel erg rustig en niet te veel kinderen. En ik heb het gevoel dat het wel heel goed is. Ja, het zijn roerige tijden geweest sowieso voor het zwembad, maar gelukkig blijft het doorbestaan. Ja, sommige dingen blijven altijd bestaan en de stad gaat ook altijd door.